Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van FIFA 2005 Carrière Modus. Ik ben nog steeds voetbalsletje, de paus met een pak aan en vandaag spelen wij de fantastische wedstrijd De Graafschap. Nummer 3 in de Eredivisie tegen FC Utrecht, nummer 9. Laten we de wedstrijd gaan meteen spelen. De vorige aflevering heb ik een wedstrijd gewonnen met 3-0. En ik heb Klaas-Jan Huntelaar gekocht voor in mijn team. Alleen ja, de andere aanvallers zijn beter. Dus ik stel hem nog even niet op, als je het niet erg vindt. Cool. We spelen tegen FC Utrecht. Mooi tenuutje, dat keur ik in ieder geval goed, Utrecht. Dan weet je dat alvast. Je tenue is goed gekeurd. Nu moet je nog, moet je keeper afgekeurd worden. En dan komt alles goed. Yeah. Graafschap kampioenen. Oh mijn god, het regent. Dit verandert alles. Daar zijn de twee ploegen voor. De twee ploegen. Waar zijn jullie kindertjes? Je hoort kindertjes te hebben. In grote getalen gekomen. Nee, echt waar, zo werkt dat. Vroeger was ik dus fan van AZ. En bij de AZ heb je dan de Waaghalzen. Daar wilde ik eigenlijk bij. De Waaghals. Ja, meteen een vrije trap. We zijn net. Jemig broers, hè. Je maakt me achternaam belachelijk. Laat ik hem erin schieten vanaf hier. Goed plan ook. Het gaat sowieso werken namelijk. Oké, nee, wat leem. Had ze een hardere paas gegeven? Oh, kijk, mooi onderschep, mooi onderschep. En of het een goede geef van de club was. Oh, shit. Oh, wacht, ik ga hem pakken. Misschien toch niet. Bij AZ heb je dan de Waaghals, heet dat. Dat is het soort iets, daar ga je dan bij. En heel af en toe kun je, zeg maar, uitgeloot worden. Dan mag je dus, zeg maar, met zijn voetballer mee het veld oplopen en zijn handje vasthouden. Zoals u weet, lijkt me zo leuk! Lijkt me zo leuk! Ik wil nooit een andere man zijn hand zo erg graag vast willen houden als toen ik bij de Waaghals zat. Shit, ik had echt de bal af moeten pakken in dat gebied. Zo lekker dicht bij het doel en dan de bal veroveren. Heerlijk gevoel is dat. Dicht bij het doel, de bal helemaal voor jou. Dat is goed, leuk. Heb je er meer te vertellen, Rick? Nee, behalve dat ik gewoon hoop dat ik win. Maar ja, dat is wel vaker zo. Dat zijn altijd van die Captain Obvious dingen. Van ja, zegt de trainer van de ploeg. Wow! Wow! Dat was echt vet gemeen. Hij trok me gewoon echt naar beneden. Weet je, dan zeggen trainers van die dingen zoals, ja, ik hoop een goede wedstrijd en dat we winnen. Tuurlijk hoop je dat! Wat voor trainer zegt, oh ja, ik heb echt zin in het verlies. Nee, keepertje. Goed zo, keepertje. Goed zo, keepertje. Gooi die bal maar naar een van je voetbalvriendjes. Dank je. Dankjewel. Je voetbalvriendjes zijn echt blij met de bal. Oké, deze gast gaat nu gewoon even solo en loopt hem er zo in. Aan de kant, mannen! Kijk, overtreding. Die zou best eens uitgescoord kunnen worden. Hier zou best eens uitgescoord kunnen worden. Dan weet je niet hoe ik vrije trappen neem. Oké, wacht. Ik ga hem zo doen. Een effectje die kant op. Oké, dit moet er misschien in. Dat is ongeveer hoe ik vrije trappen beschrijf. Oh, wow! Ja, eerste keer gescoord op de vrije trap. Lekker dan. Gary, Gary, Gory, Kip Tandoori. Je bent mijn god. Kip Tandoori is god. Heerlijk in de corner geknald. Lekker. Lekker! Ik ben echt in jaren niet zo enthousiast geweest over FIFA. Maar nou zit ik er helemaal in ook. De Graafschap gaat kampioen worden. Niemand, zelfs niet. FC Utrecht kan de Graafschap tegenhouden. Om landskampioen te worden. Voor het eerst in de geschiedenis van landskampioenen. En hij staat helemaal vrij. Hij staat helemaal vrij, maar niemand boeit het wat. Erg minder. Erg minder matig. Oké, pak de bal maar. Doe dat maar. Daar is hij voor. Gelukkig is er niet gefloten. Daar kan er nog eentje in namelijk. Dat is het fijne. Hey! Skets! Skets! Ja, de tweede helft. Niet eens gefloten. 1-0. Het staat zeker 1-0. De krachten zijn gelijk verdeeld even. Bom, wat een lekker trafschoppie. Corner, dit. Corner. Dat is een corner. Hoe heet dit? Is het A, een vrije trap? B, een strafschop? 3, een corner. Dat is een A, B, 3. Dat is de logica. Nee, aan de... Weg! Hey, je ga niet aanvallen... Als je ook kan verdedigen. Dude. Jullie team is meer van de verdediging, vind ik zelf altijd maar. Misschien moeten we dat maar gewoon doen. Hey, ik ben heel snel. Dat moest ik even toevoegen. Oh, ik speel al zo langs die aanvallen hoor. Oké, misschien niet. Ondanks de druk. Oh, wat gebeurt er? Goed gedaan. Wat een chaos. Het lijkt wel een slagveldje daar. Hier, mag ik die bal alsjeblieft eventjes? Dank je. Geen moeite, geen moeite. Oeh, bot. Een beetje bot van me, of niet dan? Nee. Ik probeer aan te vallen. Ik wil, zeg maar, wedstrijden winnen dat ik niet afhankelijk ben van vrije trappen. Zo van, als ik die vrije trap niet had, had ik verloren. Dan word je geen landskampioen met die houding, Rick. Uitstekende bal. Wel fijn dat ik nu een vrije... Dat ik in ieder geval weet van mezelf, dat heel soms kan ik een vrije trapper inschieten. Pats! Lekker!
Patrick Aks, aanvaller in de 69ste minuut, yeah. Pof, oh, lig je op de grond? Nou, dan schiet ik gewoon nog een keer als je het niet erg vindt. Nou, dat vind ik wel erg, nee. Maar hij was al gescoord. Het was te laat. Die andere gast ook facepalm. Oh, waarom zuigen we zo hard? Dat vraag ik me wel vaker af, FC Utrecht. Waarom zuigen jullie zo hard? Roerse. Daar, laat me er langs. Nee, kut, kak. Oh, shit. Poep, 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 poep. Roerse. Waarom zing ik een liedje over poep? Omdat ik me goed voel. Ik heb gescoord tegen FC Utrecht met de beste club, de Gravescap. Oké, gaan er langs. Gaan er langs. Gewoon in je eentje. Hop. Recht door het midden. Hop. Nee, 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 nee. Ik heb 3 keer op doel geschoten. Oh, dat was eventjes... Oh, dat wordt mij eventjes te veel. Ik kan het ook niet aan. Mijn zielige kinderhartje kan het niet aan om zo goed te zijn met zo'n goede club. Zo'n gerespecteerde club. Zoals de Graafschap. Ja, ik verdien landskampioen. Ik denk dat gewoon de rest van de clubs ook gewoon op moeten geven. Nadat de Graafschap twee wedstrijden achter elkaar wint. Dan moet je ook gewoon inzien. Dit gaan we nooit meer goed kunnen maken. Het zou helemaal cool zijn als we gewoon het hele voetbalseizoen 0 tegendoelpunten hebben. Dat is stap 2. Dus jullie denken ook, ja, Rick wint een keer 2 wedstrijden en denkt meteen dat hij god is. Ja, ongeveer. Oh! En ze scoren weer. Dat boeit ook niet. Keeper, wat doe je? Je moet proberen te keepen, man. 90ste minuut. Ga nog even een derde doelpuntje in. Dankjewel. Ik wil graag mijn voeten bedanken. Oh, dat is al! Ik krijg maar nog even een sliding. Slidingje op de bal. Heb ik gewoon 2 keer 3-0 gewonnen? Dat is toch een talent, of niet dan? Oh nee, gaat hij er weer in? Gaat Rick, hoe wouws ben je? Hij neemt de bal een heel eind mee over het veld. Oh shit. Nee, je kan niet recht vooruit lopen en hopen dat hij erin gaat, Rick. Dat werkt niet altijd. Yes, nog een 3-0 zegen. Als we gewoon even opschieten, dan kunnen we gewoon nog een wedstrijd spelen deze aflevering. Nou zit hij er lekker in, hoor. Welke club gaan we vandaag inmaken? Ik weet het niet. Doe maar gewoon wel een beetje een slechte club, dat zou wel fijn zijn. Yay, ik heb nu 50% kans te mogen blijven als coach. Jottem! Nou ja, vooruit dan maar, hè. Vooruit dan maar, team. Nu krijg ik waarschijnlijk weer wat van die trainerspunten die ik uit mag geven. Zo van, oeh, wat leuk! Nee, echt waar, die krijg ik waarschijnlijk. Next. Graafschap op nummer 1! Woe! Ik heb 6 punten om uit te geven. Nou hier, 5 punten in aanvalstrainer. Gewoon betere aanvallers. Als je dat gewoon blijft doen, willen ze die van me kopen? Ja. Wil je M van de Kruis kopen? Ja, ik weet niet of het een wissel van mij is, dus ik wijs hem voor nu even af als je het niet erg vindt. Is het een wissel of niet? Ik wijs hem af. Ja, ik wijs hem af. Cadiz is teleurgesteld dat je hun bot op M van de Kruis hebt afgewezen. Ja, niet mijn probleem. Volgens mij heb ik die gewoon opgesteld staan, of niet? Is dat niet mijn keeper? Is dat niet... Oh, hier. Nee, dat is een van mijn enige verdedigers die niet kut is. Nee, die hou ik wel eventjes als je het niet erg vindt. Dit is mijn aanvallers. Deze vent heeft nog nooit gescoord. Zal ik hem wisselen voor Huntelaar? Tuurlijk moet je hem wisselen voor Huntelaar, Rick. Kom op, wissel hem voor Huntelaar. Yay, Huntelaar in de basis! Ik weet niet eens wat de basis is eigenlijk. Zoveel weet ik over voetbal. Ja, ik wil dit opslaan in mijn carrière. Dit wil ik zeker opslaan. Nou, knallen gewoon nog een aflevering met hun... Nou, niet aflevering, nee, gewoon nog een potje. Hebben we maar geen losse aflevering voor nodig. Klaas-Jans Huntelaar. Zoals hij ook wel bekend stond toen ik in groep 8 zat. Nee, ik weet echt niet wat de basis is. Nou word ik gewoon gehaat. Het is zo'n standaard voetbalterm. Ik dacht dat het gewoon op het veld. Dat is wel basis. Op het veld staan is wel handig. Ja. Ik was zeg maar dat joch dat zeg maar... iedere wedstrijd de helft van de tijd wissel is. En hij wordt wel gewisseld, het spel in. Maar dat is meer omdat, ja, je kan bij kindervoetbal niet gewoon iemand de hele wedstrijd op de bank laten zitten. Dat is gewoon een klootzak move. Dus ja, je mag wel een keer spelen in ieder geval. Dat is leuk. Even kijken. Deze keer spelen we dus tegen NEC. En dan volgende week tegen de Graafschap, dat zijn we zelf. Oh, dat is Groningen of zo, dat andere logo. Daarna komt AZ en dan komt NAC. Leuk. Nou, laten we die wedstrijd spelen en ze helemaal kapot maken. Zoals we gewend zijn van onszelf. Neem maar lekker je thuis in uw nek. Neem maar. Maakt mij niet uit. Voor als je tegenstanders er in een andere richting te schieten dan de hoek waarin je komt aanrennen. Nee, ik hou niet zo van verrassingen. Een nieuwe dag, een nieuwe wedstrijd, een nieuwe kans voor mij. Ik ga zeker scoren, want daarvan word ik heel blij. Maar NEC zal zeker niet winnen, want ik mag ze niet. Hun aanval is wel sterk, maar dat boeit me niet. Ik paas de bal naar al mijn vrienden, opdat ik scoren zal. Ik paas de bal naar voren, laat maar van je horen.
Schiet hem erin, schiet hem erin. En de goal die zit. Hey, Rick die wint. Nek die zuigt. La 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 la. 9 minuut 15. En de bal die zit erin. Oh ja, ik score. Ja, ik score. Ik zie het alweer staan. Keihard op de scorebalk. La 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 la. Kijk maar, hij neemt hem aan en hij schiet. Zo gaat het meestal met voetbal. Ik weet je, ik kan ook geen voetbaltips geven. Het probleem met FIFA is, voetbal is iets dat ik niet snap en toch win ik met FIFA. Toch iets goed in ieder geval. Nu is hij nog een vrije hond. Ik weet niet, ik hoorde tackle, ik dacht, grappig doen. Ik denk wel vaker, oeh, een woord. Nu even grappig doen. Dat is ongeveer hoe YouTube commentaar geven werkt. Hé, een woord. What, woord. Even er langs, Rick. Ben je nou een echte man of niet? Nou, dat scheelt weinig. Dat scheelt weinig. De spelers zitten nog niet erg goed in de wedstrijd. Waarom kijk ik nu naar het Ik kan heel goed nadoen, zag je dat? Nou, dat wat scheef. Schaam je, Rick. Hey, Huntelaar. Hey, Huntelaartje. Daar is die. Wist ik wel, natuurlijk. Wist ik wel. Wat fuck is dit? Oh, ik hoor mezelf op de achtergrond. Dat is slecht. Dat is oh, Jordi's stream. Oh, wat gek. Ik dacht, wat hoor ik opeens? Word ik gek? Ik had Jordi's livestream aanstaan. Want Jordi was aan het streamen. Is nog steeds. En... Hij kaapt de bal weg. Jordi was aan het streamen en ik had zoiets van wow. Ik zet het aan, alleen hij tweette, ik ben aan het streamen. Dan dacht ik, nou leuk, weet je, ik klik het aan. Toen kwam ik op de link en toen stond de stream uit. Dus ik ja, dacht gewoon, oké, weet je, whatever, ik ga wel lekker FIFA opnemen. En opeens hoor ik dat vieze stemmetje op de achtergrond. Nou, ik ga het er ook niet uitknippen, het was grappig. Omdat het zo grappig was, laat ik het er gewoon in. Hilarisch, iedereen ligt nu helemaal dubbel van Jordi's stem. Oh nee, laat me even scoren. Heb genade. Heb genade, Nekki. Oké. Waarom doe je dit? Waarom doe je zo? Waarom doe je zo als je ook anders kan zijn? Je bent zoveel meer dan dat. La 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 de graafschapsassen. Jemig, stop met fucken met mijn verdediging. Nou, wat een overspel. Sterk spel. Wat goed. Ja, ik vond ze wel heel sterk eigenlijk. Oh nee, de held zit erop. Die bal blijft alleen maar op het middenveld hangen. Ja, die bal blijft alleen maar op het middenveld. Wat verschrikkelijk. Echt niet tof. Nou, laat er gewoon nog een keer binnen. Daar zijn we goed in. Trap maar af en neem die bal gewoon meteen mee het doel in. Gewoon met je uppie, jongen. Weet je, van andere mensen moet je niet hebben in dit leven. Uiteindelijk ben jij degene die voor het succes moet werken. En dat lukt je dan niet, jammer genoeg. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je het geprobeerd hebt, soms. Goed gespeeld. Soms is meedoen belangrijker dan winnen, maar in de Eredivisie niet. Oh mijn gossie, ik heb de bal onderschept. Goed geanticipeerd. Verkeerd geanticipeerd. Die voorzet komt goed aan. Verkeerd gemasturbeerd. Die heeft hij in zijn pootjes. Ja, dat was ook niet echt een topschot. Ik had door moeten lopen. Hij keek goed naar de bal. De achterste drie mensen bij NEC zijn mijn drie verdedigers. Dat is ooit van buiten spel gehoord. Mijn drie aanvallers bedoel ik. Mijn aanvallers staan gewoon voor de verdedigers nog. Boeien. Er wordt nu snel overgespeeld. Oh, poep. Nee, ik wil geen tegendoelpunt. Wat ben je aan het doen? Nee. Weg met die bal. Dankjewel. Knallen met die ballen. Ren maar lekker weg. Maar wie komt me verdedigen? Oh, niemand. Nou, oké, dan. Van alles of niets. Hij wil per se... Hop, drie man. Oh! Hoe doet hij dat? Ik ben heel benieuwd naar de herhaling hiervan. Wat heb ik überhaupt gedaan? Patrick is een coole gast, moet je zien. Oh, allemaal duwen. Oh, ik pak hem wel, ik ben de keeper. Nou, dag niet, pik. Dat is een goed balletje. Dat zal is een epische Eredivisie tot nu toe. 2-0. En Rick die heeft een grote batten. Mooie paas. Oké, nou ga ik even met Huntelaartje hoor. Huntelaar! Die bal stopt hij wel. Met een nadruk op wel. Hij stopt er niet zo heel veel. Maar als hij ze stopt, dan stopt hij ze goed. Oké, dan. Het zou tof zijn als ik nou weer 3-0 win. Dat wordt gewoon een gimmick van mijn team. Team wint altijd met 3-0. Dat ook helemaal saai wordt op een gegeven moment. Dat we gewoon tegen Manchester United spelen. Dus hebben van ja, waarom kijken we nog? We weten toch al dat de Graafschap wint met 3-0. True. Nou, overpaas naar die piemel. Hey, ik moet 3-0 winnen aan de kant. Nee, fucking fuck. Zo ga ik nooit 3-0 winnen. Het is de 90ste minuut. Kom eens hier met die bal. Hier met die bal. Verdomme. Weg! Nee, niet 2-1. Je kunt niet zeggen dat ze verdedigers hun werk niet doen. Dat de verdediger zijn werk niet doet, maar hij doet het wel. Niet. Hij doet het niet. Je mag het niet zeggen, maar het maakt het misschien niet minder waar.
Prachtig op die bal. Die had er ingemoeten. Nou, ik ben echt verdrietig. Ik win, maar niet met 3-0. En wat ben ik nu? Wat voor monster ben ik nu? Wat zegt het over mij als persoon? Sunweb Vliegreizen! Deze video, ik meen hem ook, gemaakt door Sunweb Vliegreizen. Ze betalen me om voor de Graafschap te kiezen. De hele tijd Sunweb Vliegreizen in beeld. Sunweb Vliegreizen. Bedankt voor je hulp vandaag, Jori. Lekker man, er zit een balletje in hoor. Hier volgt een samenvatting van de wedstrijd van vandaag. Nou, samenvatting. Wow, ik ben Rick, ik ben supergoed. Doorgaan, leuk! We hebben gewonnen, wonnen. Ik ben nu 55% zeker van mijn baan of zo. I don't know hoe dat precies werkt. Ik heb er niet meer goed gespeeld. Wie heeft er allemaal gescoord? Zeker R van Dijk. Die heeft zo'n schoen bij zijn naam. Of is hij de teamcaptain? Ik heb geen idee. De statistieken zien er wel goed uit. Behalve dat R-bot een beetje moe is. Gewoon een klein beetje. Hij heeft maar 18% conditie. Dat kan niet goed voor je zijn. Er is een reden dat hij 82% conditie mist. Daar moet iets niet helemaal goed gegaan zijn, denk ik. Dat is mijn theorie. Het simuleren is klaar. Oké, wat heeft de rest gedaan? AZ heeft verloren van NAC Breda. Goed gedaan, AZ. Ajax heeft met 2-0 gewonnen van Willem. Feyenoord heeft gewonnen van RKC. Ja, het zijn wel redelijke uitslagen. Nou, dat kan wel redelijk. Het bestaat. Het bestaat. De Graafschap op nummer 1. Vitesse op nummer 2. Oh, die hebben gewoon 4 wedstrijden gespeeld. Stomme piemels. Echt, die mensen van Vitesse, dat zijn echt stomme piemels. Nog meer punten in de aanvallers. Yeah, dan worden die aanvallers dus beter. Hoe meer punten je daarin investeert. Ik ga jullie denk ik gewoon bedanken voor het kijken van deze aflevering. En volgende aflevering. Meer. Toch dit hè. Toch wel dit. Ik ben nog steeds een 0 sterren coach. Zoals je kan zien in mijn hele boze gezicht. Maar ooit op een dag word ik een 0,5 sterren coach. Yes. Voetbalsletje. Bedankt jullie voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gewoon meer avonturen van Voetbalsletje. En dat vinden jullie leuk, of niet dan? Tot de volgende aflevering. Doei!